President Desi Bouterse heeft tijdens een residentietoespraak gisteren opgeroepen tot saamhorigheid in aanloop na de verkiezingen. De propaganda en verkiezingsstrijd mag volgens het staatshoofd fel en hard zijn, maar de eenheid onder het Surinaamse volk moet te allen tijden de leidraad zijn. Eenheid onder ons volk, ook al zijn wij politiek andersdenkenden. Niks gaat boven het beleid, het behoud van onze kostbare eenheid onder ons en onder ons volk. Zelfs de verkiezingen niet. Laat de onafhankelijkheidsgedachte van het bouwen van een nieuwe samenleving met welvaart en welzijn in eenheid en verdraagzaamheid steeds ons kompas blijven zijn. Me forstero a la maranga residentie. Me forstero dadelijk naar een uitspraak voor een volk. En me onbenadruk eten van lezen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid zal we abiji makandra. Terwijl we gaan naar een moment die dat is. Omdat een moment voor een verkiezing dat na wang. Maar baka een moment die dat is om godoro. Bouterse wijst erop dat Suriname bekend staat om het organiseren van goede verkiezingen. Toch is het belangrijk om de boodschap van vrede steeds te benadrukken. We doen een beroep op het Surinaamse volk. We zijn overtuigd dat we zeggen dat het Surinaamse bekend dat we faciliteren en organiseren in verkiezingen. Maar we hebben een nieuwe faciliteit voor een verkiezingsstrijd naar Makandra. En te afvallen taki, dat we boygu ede en dat we konden Makandra en lukufa, zo terug wat we doen, voor we samen door te afvolgende meerpaal. Tot zover president Desi Bouterse gisteren tijdens een residentietoespraak in Mungo. Het staatshoofd roept op tot saamhorigheid in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar.